race in Antwerpen. Scheldecross, mooie ronde. Ik heb er zin in. Ja, wat zal ik er nog meer van zeggen? Niks. Ik ga jullie meenemen. Ik ga jullie meenemen, zoveel mogelijk proberen te laten zien. Ik doe vandaag de camera in mijn moeders handen. Dus je zult vandaag ook vooral uit haar ogen dingen gaan bekijken. En ja, ik hoop dat het weer een leuke vlog wordt. Spelden in. Oké. Okay. Dus als iemand jou overvalt, dan geef ik dit portemonneetje. Zeg ik dat die heel goed gevuld is. Ja. En dan ren ik snel weg. Nou, er zijn wel hele speciale spelden. Van ja. Te hoeken. Mm-hmm. Oké. Okay. Misschien iets meer. Zet jouw naam hierop. Ik kan het niet lezen. Ja, de camerabeeld is te slecht. Oh, en nu is hij beter. Nee, jouw naam staat er niet op. Heb je een mailtje gestuurd dan? Weet ik niet. We zijn weer online, hè? Ja, en? Ja, ik bedoel meer dat je dan je juiste kant erin in de ja, beeld moet. Oh, dat zou ik maar niet doen. Dat wordt de titel. Dan ben ik zeker dat ik je volgens. Zijn jullie hier te warm binnen? Of vind je het wel lekker? Ik vind het wel lekker eigenlijk. Okay. Ja, het is ja. Minder warm dan net. Ja, ik denk dat niet het verschil zo groot als je nou naar buiten. Is het te wachten? Moeten we nog een kwartiertje voordat we de... Ja, het duurt lang hè, zo tussen het laatste omdraaien. Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk, een beetje tijd. Beetje chillen. Ben je ook aan het werk, net voor de pap? Ik ben wel aan het werk, ja. Oh, ja. Dat is eigenlijk wel verschrikkelijk. Nou, bedankt. Graag gedaan. Doei. Ik heb net mijn benen ingesmeerd. We zijn nu nog 10 minuten voordat we de taxi op gaan. Allemaal modder van mijn gezicht af. En dan gaan we warm rijden. Hoe lang ongeveer? 20 minuutjes? 20 minuutjes, 25 minuutjes. En dan naar de start!
Getwijfeld over mijn bandenkeuze. Nog steeds niet helemaal weten of ik al de goede keuze heb gemaakt. Maar ja, gewoon lekker gereden. Ik mis nog altijd het supergevoel, maar goed, ik denk dat het gewoon een beetje is van hoe het op dit moment gaat. Ik hoop gewoon dat dadelijk een keer het kwartje valt en dat ik dan net iets die focus, net iets gretiger. Met iets meer fel. Dat ik gewoon feller ben. Ik merk gewoon dat de kracht tekort komt. De rechtstukken ga ik gewoon niet hard genoeg. Rijd ik misschien te licht. Ik weet het niet. Het is gewoon hoe het op dit moment gaat. En het was in ieder geval een leuke ronde. Ik heb genoten. En op naar volgende week. Ciao, ciao. Ik ben weer terug thuis. En ik heb iets zo liefs gekregen. Deze heb ik van Dieter Jans gekregen. Dat is een fotograaf waar ik heel veel mee samenwerk. En ja, dit is me zo. Dit betekent voor mij zoveel dat zo iemand voor mij deze moeite doet. En er staat nog op: never settle for silver because you're golden. Dankjewel.